allergie. En dan nu. Soldaat, een Tommy in een danslokaal in Apeldoorn. Het was mei 1945. De Tommy's hadden ons bevrijd. De Tommy dacht aan zijn homonderheen. Daar ver over de oceaan, in de buurt van Ottawa. De Tommy, de geharde kerel, liet zijn tranen de vrije loop. Zo, ik geloof dat ik in de juiste stemming ben om met mijn causerie te beginnen. Goedenavond. Ik moet me even van mannen na dat gevoelige. Men heeft het al gehoord, een niet mis onderwerp. Oorlog en pap, zoals deze plaat heet. Oorlog en pap. Heeft van alles te maken met de generatie die geboren is vlak voor, tijdens en kort na die laatste wereldbrand. En het handelt speciaal over de vreegevochten takken van die oorlogskinderen. Nerveuze, onrustige kinderen waren het. Ineens schiet me te binnen dat rond 1950 de schoolklassen vol zaten, uitpelden van het onrustige oorlogskroost. Klasse met 50 kinderen was gewoon toen. Enorm lawaai en gekrioel. Het kwam door de befaamde geboortegolf. De invasie, dolle dinsdag en natuurlijk de bevrijding. Dat had de ouders hoop gegeven. Ik leek wel Lou de Jong. Overal zag je kleuters. Goed, laat ik mij meteen met de deur in huis vallen. In de razende vaart door de geschiedenis. Niet lang na de bevrijding, het zal om mijn vierde, vijfde jaar zijn geweest, waren mijn hersenen al tamelijk opgefokt door de oorlogsgeschiedenissen die mijn moeder me telkens weer opdiste. Dat deed ze vooral terwijl ik in de keuken grote borden pap aan het verorberen was. Mijn hoofdje was werkelijk vol van kanongebulder, brandende huizen, de vorm van gebraden mensenvlees, mitrailleurgeratel, afweergeschut en overvliegende bommenwerpers. En dan peinsde ik ook nog heel wat af over het levensgrote probleem van mijn moeder. Ze was namelijk in Duitsland geboren en getogen, later naar Nederland gegaan, met mijn vader getrouwd, nam daardoor als prins Bernhard onze nationaliteit aan, waarop ze zich al in een vrij vroeg stadium tegen de moffen kantte. Nu komt het probleem ten voeten uit. Natuurlijk haatte ik ze, zei mijn moeder dikwijls tegen me. In Duitsland had ze 5 broers waar ze erg veel van hield. Maar ja, hoe moest je het rijmen? Ze hadden stuk voor stuk in de armee van Hitler gevochten. Toch kon ze haar broers niet afvallen. Ik hoor haar nog zeggen, terwijl ik driftig met de lepel op de keukentafel tikte voor een nieuw bord pap. Ze bleven je broers. Hoe je het ook wendt of keert. Ze moesten, anders werd je doodgeschoten. Op dat punt aangeland, wreef mijn moeder als een declamatrice haar stem, waardoor ik me haast in de pap verslikte. 2 van haar broers waren naar de Russen overgelopen, woonden nu in Potsdam in Oost-Duitsland. Ook niet best. Maar gelukkig is het fijn, zei ze,
dat al mijn broers de oorlog hebben overleefd. Dat is de grootste zegen. Wil je nog wat pap, jongen? Ik denk aan het verhaal van de over haar jongste broer, onkel Heinz. Het is als een film. Heinz, de jongste, was gelegerd in de Achterhoek. Niet ver van Arnhem, de stad waar mijn ouders nog steeds wonen. Op een avond hadden de soldaten een feestje in de kazerne. En toen heeft Heinz zijn kameraden opgepord om het feest bij zijn lievelingszuster Gertrud, zo heet mijn moeder, om daar het feest voor te zetten. Er stopte toeterend een legerwagen voor het huis. Mijn ouders hoorden dronken gezang. Zij naar het raam, ze schrok zich dood. Heinz stond op de stoep met een fles snaps in zijn hand te wuiven en Gertrud te roepen. En die andere moffen maar zingen, wen wir marschieren, aan jongens volk steed auf. Het eerste waar mijn moeder aan dacht was, de buurt. De hele buurt stond achter de gordijntjes te gluren. Wat moest ik doen, zei mijn moeder. Ik kon niet anders dan naar buiten gaan en te overstaan van de buurt hem terugwijzen met uitgestoken arm. Nu wil ik je niet kennen, zei ik tegen Heinz. Ga terug naar je onderdeel en slaap je roes uit. Heinz werd lijkbleek. Hij stotterde. Aber Gertrud. Maar ik moest hem wel de rug toekeren. Schrikkelijk. Denk eens in. Als ik had toegegeven, zouden je vader en ik ontzettende last hebben gekregen. De mensen zijn niet mals wanneer het om zoiets gaat. Tot zover mijn moeder. Het kleine gezicht van de Tweede Wereldoorlog had gesproken. The small face of the Second World War. Wat is dat? Maar laat ik niet afdwalen. Mijn relatie tussen oorlog en pap niet nader te worden beschouwd. Kijk, zorgde eruit dat ik geboren zou worden in vrede en vrijheid. De geschiedenis bepaalde het anders. Met de legendarische slag om Arnhem kwam er een kink in de kabel. Met geluidswagens werd de burgerbevolking gesommeerd om als de donder de stad te verlaten. Na een barre tocht bereikten mijn ouders het dorpje Beekbergen aan de rand van Apeldoorn. 2 maanden na de slag werd ik al daar ter wereld gebracht. De winter was inmiddels op zijn strengst aangebroken. Iedere dag schuimde mijn vader op de fiets de boeren af voor een hapje eten. Als de kleine maar heel huids door de oorlog kwam. Daar ging het om. Als de kleine maar heel huids. Juist. Daardoor kon mijn moeder niet meer ophouden om haar de oorlog vol te blijven stoppen met grote borden pap. Tot vandaag de dag, ze is 73, vindt ze een dik, of noem het maar een overmollig kind, het mooiste wat er bestaat. De mensen die naar deze plaat luisteren kunnen dat niet zien, maar het publiek in het zaaltje hoeft eigenlijk even naar mijn iets wat gezette postuur te kijken en men begrijpt. Ja, als kleuter stak ik inderdaad overdreven mollig af tegen de vele scharminkeltjes om me heen. Op een gegeven ogenblik kon ik geen pap meer zien. Het kwam met de neus en oren uit. Van de ene op de andere dag was ik ervan gaan walgen van pap. Echter ooggruwel, gebak, kauwgum, ijskoos, gigantische ijspakketten van Jamin, alsmede Coca-Cola kwamen naar voren in de plaats. Ik leed aan visioenen van continu ijskoude cola drinken. Slurpen naar hartelust. S'avonds in mijn bedje stak er een slang in mijn mond die verbonden was met een reusachtig vat Coca-Cola. Amerikaanse dromen. Gigantomanie. Ik was een monstertje geworden. Een voorbode van de naderende welvaart. Zeg, Wim. Schenk mijn glaasje nog eens bij Napoleon, ga.
Disco Montisor. Plezier, d'amour. Als van Ena Martini, gecomponeerd in 1898. Heeft hij voor zijn artemeesje opgedragen. Meisje, dat er geloof ik niks aan heeft tegenover mijn gevecht. Ik vind het hier wel prachtig. Stop! Klonk mooi, jongens. Mooi. En dan nu, in de sfeer van het voorafgaande blijvend, een verhaal welke ik heb opgediept in een oude, beschimmelde koffer. Waar heb ik het? Ja, hier. Het is een miniatuurvertelling over een geheim aspect van de beginnende 50's. Namelijk de eerste schuchtere contacten met de Chinese kookkunst. Men wilde naar de obligate Hollandse kost, spruitjes en allerhande stampotten, en wel eens iets anders. Kortom, het Chinese eetwezen was toen nog echt een fenomeen. Het was een ongehoord evenement als je van je ouders geld meekreeg om met je kameraden eens lekker te gaan Chinezen. Voor een gulden of drie kreeg je al een volledige maaltijd in drie gangen. Haaienvinnensoep, een lumpia, een bami of nasi goreng. Met een pultje erbij zat je op 3,75 gulden. Alles inclusief. We nestelden ons meestal op de bovenste verdieping van restaurant China. Een van de weinige goede Chinezen die de stad rijk was. En even was je dan uit en je waande je in China zelf. Uitvoerig. Er werden de menukaarten bekeken met al die vreemde namen. Fuyonghai, was dat nou met ei? Of was Chop Choy met ei? Op een middag bestelde een man een portie Chinees. Hij vroeg, mag ik een portie Chinees van u. Met moeite konden we een schaterlach onderdrukken. Het was tegelijk ook zo aandoenlijk. De Chinese ober reageerde ad rem. Met de vlakke hand sloeg hij kwiek op zijn achterwerk. En in zijn leuke tongval vroeg hij: een stuk van de bil? U kannibaal? De man begreep er niets van. Het zweet brak hem uit. Verbeest dat keek hij ons aan en zei: rare lui, die Chinezen. Zo ging dat toe in de oertijd van het Chinese eetwezen. En wee, onvermijdelijk doemde het sinistere jaartal 1956 op. Dieptepunt van de Koude Oorlog, Hongaarse opstand, Suezcrisis, hamsteren. Alvorens af te dalen in de spelonken van destijds, is wat het hamsteren aangaat in vergelijking met het heden op zijn plaats. Het was kort na de belachelijke mislukte Carter-actie, welke tot doel had de gijzelaars uit de Amerikaanse ambassade in Teheran te bevrijden, toen ik wat rondneusde in een supermarkt. Wat ik al verwacht had gebeurde.
Ik bespeurde het bijna vertrouwde fenomeen van de verwoed en dolzinnig hamsterende huisvrouwen. Hun tassen pelden uit van de pakken rijst, suiker, havermout, bruine bonen, splitterten en ander krachtvoer. Heeft u in de gaten dat die hele kant 1, die hele oorlog op pap, ook voortdurend gaat over voedsel? Hij verklaart de hele wereld vanuit het voedselprincipe. Ik moet zeggen dat onze huisvrouwen behept zijn met een curieus instinct voor oorlogsdreiging. Er schiet weer iets naar binnen. Ik herinner me dat in de periode van die krankzinnige communistenangst, een prospectus, of liever een handleiding van de BB-Giezels, huis aan huis werd verspreid. Bij de nadering van een eventuele atoombomaanval kon je het beste, als je de schuilkelder om de hoek niet meer kon halen, kon je het beste verschuilen in een... Wat was het alweer? Onder het aanrecht in het gootsteenkastje? Nee, in de trapkast, onder de trap, ja. Of in de gangkast. Daar moest je je verschuilen, wanneer de bom viel. Als het maar donkere, oncomfortabele ruimtes waren. Kinderachtig. Kinderachtig. Ook zoiets meer kinderachtig. In een gangkast. En dat gedoe zette de burgers nog eens extra aan het hamsteren. In 1956 kwam ik voor de eerste keer indringend met het verschijnsel hamsterwoede in aanraking. Dat was toen de Sovjets de Hongaarse opstand onderdrukten. De bewuste zondagmorgen in november, toen ze met de tanks Budapest binnenvielen, zat ik bij mijn vriend Jan thuis, in een verslagen stemming, naar de radio te luisteren. Jan's ouders verzuchten steeds een verschrikkelijke toestand. Ze zagen er geen gat meer in. Dit moest wel uitdraaien op een derde wereldoorlog. Maandag, de volgende dag, zodra de winkels open waren, zouden ze van alles hamsteren. Schrijf op, hoorde ik de vader zeggen. Suiker, zout. En denk aan de splitterten voor de snert. Daar verlangden we zo naar in de laatste oorlog. Het water liep me in de mond. Ik dacht, die lui hebben een excuus gevonden om de komende wintertijd eens heerlijk op z'n Hollands te gaan bikken cementen. Bij die gedachte verwierp ik snel, want ik merkte en zag dat ze echt over de zenuwen waren, dat oude paar. Onverwachts kwam de oom van Jan binnen, een zondagsdichter en amateur toneelspeler. Hij zei geen woord. Hij nam plaats in de leunstoel en met zijn hand beduidde hij ons dat we stil moesten zijn. Plechtige toon meldde hij dat hij meteen na het vernemen van het rampzalige nieuws in de pen was geklommen en een gedicht had geschreven. De vrijheid in bloed gesmoord, heette het. Zijn stem klonk tijdens het voorlezen soms gebroken, trillend van ontroering. Dan weer klonk er een felle haat in door tegen de vuige Russische verraders. Zo suggestief was zijn declamatie, vooral in het gedeelte over de atoombom en de vernietiging van ieder leven op aarde, dat we ons het leplazeren schrokken toen we buiten een paar harde knallen hoorden. Op hetzelfde ogenblik dat hij het woord de bom, lispelde. De moeder rende naar het raam. Tot haar geruststelling was het niet meer dan een motorrijder geweest die zijn knalpot eens duchtig had laten spreken. De oom verhief zich uit zijn stoel en ik zal nooit vergeten hoe hij toornig met zwaaiende vuist te kennen gaf. Ik ga ze een paar communisten die ik ken moeres leren. Ik ga ze een paar stevige klappen uitdelen. Ja, dat was het hartje van de Koude Oorlog. Een loodzware, grauwe periode. Het waren eveneens de zwarte jaren van de seks. De meeste ouders meden het onderwerp als de pest. Als ze zich maar wassen, vind je af en toe op. Als ze zich maar wassen. Een meisje of een vrouw, het was een volkomen andere planeet. Wanneer je in die wereld doordrong, beleefde je een avontuur. Een sensatie waar je helemaal gek van werd. Als je maar één keer met een meisje in de koffer was gedoken, dan zag je dat weer verder. Maar lukte je dat niet? Oh, wat een kwelling. Hoe scherp herinner ik mijn ellende, dat aangaande.
Ik krijg een beeld door. Ik zat in de klas en keek naar buiten. Wat was dat? Jongen, achter een raam van een huis aan de overkant van de schoolstraat verscheen een naakte vrouw. Niemand in de klas, behalve ik, had het in de gaten. Ze was zich aan het wassen. O, haar grote borsten die boven de wasbak hingen. Ik had het niet meer. Zo dat ik bij haar in de kamer was. Van achteren zou ik haar omklemmen en dan zou ik met mijn handen en mijn tong. Ik heigde. En met een verdwaasde blik in mijn ogen hing ik over de bank heen. De jongen die naast me zat, pakte me geschrokken bij de arm. Ik kreunde dat ik ziek was. De leraar kwam erbij. Hij zag mijn verhitte gezicht en ik moest onmiddellijk van hem naar huis. Onder de wol, zei hij. Je hebt vast griep. Ik wankelde de klas uit. Had geen griep. Was radeloos van geilheid. Even recapitulerend. Na zoiets, dan moet je al even recapituleren. De jeugddriften wilden wat. Hoe brak je in godsnaam door de hel van de petticoats heen? Ik kende ook nog een pianist die me eens toevertrouwde dat sinds hij voor het eerst met een vrouwtje de liefde was gaan bedrijven, hij opeens veel beter piano was gaan spelen. Veel gevoeliger, zei hij tegen me. Eerder gezegd, zoiets is mij ook overkomen. Nee, het was bepaald geen frisse tijd om naar terug te verlangen. Obscure aborteurs, moeten trouwen, moetjes, gestichten voor ongehuwde moeders, merci. Ofschoon ik moet erkennen dat het stukken romantischer was dan tegenwoordig. Die hedendaagse sekssoep, die lillende vleeswarenfabriek, die dampere seksuele eenheidsworst is ook niet alles. Fijn natuurlijk dat er nu een pil is en dat er risicoloos geaborteerd kan worden. En uitstekend dat de bejaarde seks ruime aandacht krijgt. Allemaal van voorbeheden van de jaren 60. Desondanks, zodra een taboe doorbroken wordt, volgt er prompt een nieuw taboe. Het doodgegooid worden met seks. Seks, 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 seks. Mensen die alleen nog maar aan seks kunnen denken, over seks kunnen praten. Ben ik nog wel goed in bed? Moeten we niet eens een triootje maken? Zullen we? Zullen we? Er speelde laatst nog zo'n akkefietje. Mevrouw had een klusjesman besteld om een leeslampje boven ons bed aan te brengen. Mevrouw boog zich over het bed om het leeslampje eens goed te bekijken. Waarop die man zei, wees het naar het beddendek. Zullen we? Zullen we? Zullen we? Zullen we? Maar laat ik me niet opwinden. Ter zake. De chronologie van deze plaat dient in de hand te worden gehouden. 1959. 1960. In die tijd voelde ik me al lichtelijk modern vanwege de Marlon Brando of César kapsel wat ik me had aangemeten. Voor het laatst ging ik met mijn ouders op vakantie. We betrokken een zomerhuisje aan zee te Zoutelanden. En het regende maar. Ach, wie kent niet de sfeer van de verregende vakantiestemming? Oer-Hollands. De ganse dag door spelletjes als mens erger je niet, damme, halma. En mijn moeder, die er de moed probeerde in te houden, door telkens te roepen, laten we genieten. We hebben ervoor betaald. Ik snoof de geur van butagas op. Zag een kakkerlak tussen de aardappels kruipen. En ineens vielen de schellen van mijn ogen. Alles bleek op drijfzand te zijn gebouwd. De gezapige jaren 50 schenen voorgoed voorbij. Weg met de leesportefeuilles en de hopmannen. Weg! Weg met de treiterige praatjes van de opvoeders over. Jullie kunnen er niet over meepraten, want jullie hebben de oorlog niet meegemaakt. Potverdrie, ja wij hadden een eigen gevarenzone. Of dat moesten we althans zo snel mogelijk creëren. Duivelse snelheid.
experimenten met de mind. Erop losleven. Seks, drugs, dat stond ons allemaal te wachten. Voor eerst schiep ik er genoegen in voortdurend te constateren dat overal het verval om zich heen greep. Op school kon ik het niet meer harden. Ik ontpopte me als een aardspijbelaar. Er viel geen huis met me te houden. Ik barstte immers van de ideeën die ik aan de straatstenen niet kwijt kon. Wat konden mij nou die Duitse naamvallen schelen? Trouwens, over dat spijbelen, nog steeds als ik op een mooie lenteochtend door de stad wandel, krijg ik het gevoel alsof ik aan het spijbelen ben. Dat mijn hele leven een vorm van spijbelen is. Maar toen begon ik er pas mee. Op een zeker moment werd ik bij de rector ontboden. Waarom heb je de brui aangegeven, vroeg hij. Je was zo'n goede leerling. Je wilt toch een diploma halen, is het niet? Wat moet dat nou? Blanco proefwerken inleveren met van die fantasiecijfers erop. Een min 12 voor meetkunde. Hoe haal je het in je hoofd? Zeg, doe me een plezier. Ik weet dat je een diepdenkertje bent. Je moet eens opschrijven wat er met je aan de hand is. Probeer het eens. Het hoeft echt niet mooi opgeschreven te worden. Ik ga wel weg. En als je klaar bent, leg het maar op mijn bureau. Nu, ik haalde het boek Gewalging van Jean-Paul Sartre uit mijn zak. Twee pagina's schreef ik eruit over. Hier en daar gooide ik er wat informatieve zinnetjes doorheen die van mezelf waren. Er stond mij een wanhopig, duister, innerlijk leven voor ogen. Die indruk moest het maken. Een tijd hoorde ik er niets van, tot ik op de gang de leraar Nederlands tegenkwam. Van Doorn zei, ik heb het gelezen. Het mag dan wel buiten de les vallen, maar ik heb je een 10 gegeven. Een dikke 10 in mijn boekje genoteerd. Fantastisch, man. Ik heb er geen woorden voor. Jij moet eens een avond bij me langskomen om te praten. Ik ging verder naar de volgende les. Achter mijn rug hoorde ik hem nog tegen de geschiedenisleraar fluisteren, terwijl ik voelde dat hij naar me wees. Dat is een genie. Een genie. Dat is een genie. Een genie of niet? Het moment kon niet uitblijven dat ik het werkelijk niet langer meer kon uithouden op school. Stel je voor om 8 uur in de ochtend, wat voor een artiest midden in de nacht is, een scheikundeproefwerk maken. Die gruwel. Weer eens moest ik bij de rector op het matje komen. Van Doorn, mijn geduld is op, blafte hij. Wat heb je? Wat mankeer je toch? Toen ik de man zo vertwijfeld achter zijn bureau zag staan, kreeg ik een ingeving. Meneer, zei ik, hoor inderdaad niet meer thuis op dit soort scholen. Van nu af aan beschouw ik mezelf als een leerling van de leerschool des levens. Goedemorgen. En pedant stapte ik de deur uit. Letterlijk de leerschool des levens in. De wereld van toen nog zo trek. Zoete, roze Parijse leven. De echte leerschool des levens. Träume.
applaus, ja. Dat kan wel waar wezen. Die music for the millions. Maar god allemachtig, wat een muziek. Vooruit, aan de slag. Welkom. Goeie avond. Dit is dan kant 2 van de nu al legendarisch geworden grammofoonplaat Oorlog en Pap. Hoe zat dat op kant 1? Was het nou meer oorlog of meer pap? Ik geloof wel dat die twee aardig met elkaar in balans waren. Hoe eindigde die kant 1 alweer? Juist. Ik ging de leerschool des levens in. En daar ga ik dus nu verder op borduren. In de eerste plaats moest ik als de weerlicht weg uit Arnhem. Het dynamische Amsterdam lokte. Voor mensen in de provincie heeft Amsterdam een bijzonder magische klank. Hetgeen altijd zo zal blijven. Er worden in elke redelijke provincieplaats zeer vreemde haat-liefde relaties met de hoofdstad ontwikkeld. Zeker is dat men het zoete Amsterdamse leventje vaak schromelijk overschat. Relatief gezien gaat het in de provincie veel en veel gekker toe. Met orgieën aan de lopende band, feesten waarbij complete huizen worden afgebroken. En dat doen ze omdat ze denken dat het in Amsterdam ook zo gebeurt. Ergo, ze willen per se Amsterdam overtreffen met zijn door hun vermeende extremiteiten. Het lijkt me zonneklaar dat wanneer je de beest wilt uithangen, je dat eerder in de provincie zal lukken. Een mooi voorbeeld van de Amsterdam-fascinatie is dat ik op mijn 5e dacht, droomde en geloofde. Amsterdam ligt op een berg. Ik dacht dat werkelijk. Op een berg. Jij zal ze de kost moeten geven die het nu nog denken. Fello. Resumerend, Amsterdam lag dus op een berg. Toen ik dan ook op het terras van café-restaurant Ries aan een paar bekenden mijn toekomstplannen ontvouwde, merkte ik opeens dat ik onwillekeurig met mijn arm schuin naar boven wees, waarbij ik in mijn gedachten reeds over de heuveltoppen van de Veluwe vloog, richting hoofdstad. Je bent niet wees, ga niet naar Amsterdam, zei op dat terras een oude kunstschilder tegen me. Je gaat er ten onder, schreeuwde hij bijna. Amsterdam betekent de artistieke dood. Een moment furieus dacht ik. En dan moet jij, zo'n sandalenartiest die in de provincie is blijven hangen, nodig zeggen. Het schrijnen daarvan was dat ik uit betrouwbare bron wist dat de man ooit lang geleden van een glanzende carrière in de hoofdstad had gedroomd. Het hevige deuntje. Chanson triste. Ik werd natuurlijk ook door mijn moeder gewaarschuwd. Ze was bang dat ik verslaafd zou raken aan de marihuïne, zoals ze de Indische hennep noemde. En als je maar oplet met, je weet wat ik bedoel. Oh ja, dat? Nee, dat weet ik precies, moeder. Het beschermde milieu waarin je was opgegroeid bleef sompig aan je trekken. En liever dwaalde ik zoals nu, doelloos door de straten. Je eigen gedachten terugvinden. In de wolkenlucht vielen onheilspellende gaten. En de maan joeg vaal langs de hemelbaan. Ik kwam bij de spoorbrug achter het station. Een trein schokte in het vuile gele neonlicht onder de brug door. Een gruwelstorie kwam tot leven die op deze brug
een stempel had gedrukt. Op ongeveer dezelfde plaats waar ik stond, had op een nacht een stom dronken man tussen de spijnen door naar beneden geplast. Een forse en krachtige straal raakte de elektrische draden. En linea recta schoot er langs de vochtige baan een bliksemschicht omhoog, die de arme drommel in een vuurwerk van blauwe vonken de dood injoeg. Ik huiverde in mijn dunne regenjas, in de beschutting van de huizen waar langs de wind gierde, vervolgde ik mijn weg. I'm sitting in the cosmos. 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 Klonken losbandig, hè? Wis en zeker. Ik lifte naar Amsterdam. Ik had een adres op mijn bierviltje. Uren en uren dwaalde ik rond. Ik vond het niet nodig de weg te vragen, zodat ik tot tweemaal toe uit een andere hoek op de Dam terecht kwam. Op het Singel schoot me een ezelsbruggetje te binnen dat ik een keer op de radio had gehoord. Piet koopt hoge schoenen. Je kon daar de volgorde van de grachten mee onthouden. Piet koopt hoge schoenen. Prinsengracht, Keizersgracht, Herengracht, Singel. Kinderspel verder. Ik dook een straatje in naar de volgende gracht en ik bleek niet eens zo ver uit de buurt van het door mij gezochte adres te zijn. Ik viel met een neus in de boter. Chicks, te kust en te keur. Het ging er promiscu erotisch toe. Ik had kennis gemaakt met het milieu van de Leidse pleiners, oftewel de pleiners. Het zou een onvergetelijke herfst en winter worden. Er gebeurde zoveel dat het leek of het in de plaats van een half jaar 2, 3 jaar duurde. Een fijne ontdekking was die van de wiet en de hash. Naast die rokerij werd er naarstig geëxperimenteerd met allerlei andere middelen als ETA, TRI, OMO en Chinese kamfer. Zelfs van de mottenballen hadden we visioenen. Trouwens, dat kan ik niemand aanbevelen. Blijf er vanaf. Het normale was extreem geworden en het extreme normaal. Vallende sterren, die pleiners. Ik beleefde zowel het hoogtepunt als de ondergang van de oude boppers. Een kort, doch fel opgloeien en verbranden in de wrijving met de dampkring. Het gold de periode voor Provo, een sortiment incubatietijd, welke in de tv-herdenkingsprogramma's over de 60's zelden of nooit wordt aangestipt. De geschiedenis begint niet met Provo, maar 10 jaar daarvoor! Door het loodzware taboe dat er op de marihuana rustte, heerst er een stemming in de scene die menig verzetsverhaal uit de Tweede Wereldoorlog nabij kwam. Er vonden doorlopend politierazzia's plaats die aan de middeleeuwse heksenjachten deden denken. Veel jonge, soms ambitieuze levens zijn daardoor in de kiem gesmoord, verwoest. De getalenteerde balletdanser Louis R. moest 9 maanden opknappen omdat ze een luciferdoosje met wiet in zijn jaszak hadden gevonden. 9 maanden voor 1 luciferdoosje. We gaan verder. Ondanks alles bleef het de bloeitijd der pleiners. Door fans werd ik menigmaal als een boeddha op een matje rondgedragen van het ene gasvrije krothuis naar het andere.
ten einde in die vervallen, naar de hongerwinter riekende huizen, buiten mezelf te raken van poëzie. Vinkenoog was erbij. Ken mij, ken mij. Ik ben geboren tussen het rood van Moskou en het zwart van Mussert. Ik trok ook veel op met de medicijnman in onze westerse asfaltjungle, Robert Jasper Grootveld. Een rasverteller. Ik hing aan zijn lippen. De witte plekje van het stukje geschiedenis voor mijn komst in de scene werden door hem glashelder ingevuld. Even na de bevrijding wist ik het al, zei Robert Jasper. In Amerika was marihuana. Er waren verhalen bekend van Tommies die in de meidagen van 45 rookten. Van marihuana werd je vrolijk. Je was bevrijd van je remmingen, had hij gehoord. Hij moest en zou het roken. In alcohol vond hij geen bevrediging. 5 lange jaren was Robert Jasper samen met zijn vriend Mike op zoek naar het wondermiddel geweest. Op het laatst geloofde hij er niet meer in. Totdat hij zomaar opeens, na 5 jaar zoeken, een echte stik te roken kreeg. Ik was omgeturnd, zei hij blij. Ik had het middel gevonden waarmee ik snel uit de benauwde beslommeringen van de metafoon gevestigde onmogelijkheid en van het leven kon ontsnappen. Of er een knop in je hoofd was omgedraaid. Kort voor het miraculeuze, hetgeen Robert Jasper was overkomen, trachtte zijn vriend zich in te dringen in de Cotton Club, waar het spul verhandeld werd. Hij had de stoute schoenen aangetrokken en was die gillende, schreeuwerige Papiomento Club op de Nieuwmarkt binnengegaan. Na een zenuwachtig zitje aan de bar waagde hij het een neger te vragen of hij misschien een marihuana-sigaret voor hem had. Een reefer. Dat slangwoord kende hij uit de Jack Kerouac-literatuur. Een ogenblikje, zei de neger. Hier heb je een cowboycheck. Gretig nam hij het in ontvangst, bevuurde het strootje en trok haar fix aan. Niet in de gaten hebbend dat de valse neger het dunne checkje had opgevuld met klappertjes. Peng, 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 peng. Mike keek op met een verbeesterd en geblakerd gezicht. Peng, 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 peng. God heaven, wat is dat? Stotterde hij. Real cowboy check, zei de neger. Very strong, man. Ach, ach, die marihuana. Men moet het andermaal in het licht zien van de welvaart die toen dat tijd de kop opstak. Arm zijn was voortaan voor miljoenen uit den boze. Het ging om carrière maken, poen verdienen. En als je geen stuiver te makken had, deugde je eenvoudig niet. Nou, wij waren berooid. Bovendien rookten we weed. Een rotte plek in de samenleving, schreef de Telegraaf, die er onverveeld moet worden uitgesneden. Ik kan getuigen dat het een superieur gevoel geeft met zulke ogen te worden bekeken. Reeds bij het horen van het woord marihuana kreeg de goede gemeente de biberatie of een grimmige trek om de mond. Ze zagen een perfide wereld voor zich. Verkrachtingen, injectienaalden in het weke vlees, misdaad. In de 16e eeuw was er iets soortgelijks met koffie. Koffie drinken geschiedde in het diepste geheim. De eerste illegale koffiehuizen ontstonden, vaak in bordelen. Koffiedrinkers werden door de heersende macht beschouwd als opruiers, samenzweerders, spionnen. Met name spionnen dronken koffie. En dus op koffiedrinken stond de doodstraf. Als men daar eens aan denkt. Ik wil maar zeggen. Thank you.
Het kabaal gehoord? Ja? Zo is het een kleine stap naar de LSD. Halverwege de 60's kregen we er duchtig mee te maken. Talloze vreegerochte mensen van mijn generatie gingen het gebruiken, LSD. We wilden weten wie we eigenlijk waren en wat dat allemaal om ons heen beduidde. We wilden kosmische sensaties ondergaan, want zonder dat leefde je niet echt, dachten we. LSD, het middel van de toekomst, gonsde door de westerse metropolen. We hebben het geweten. Ik heb er nu nog wel eens pijn in mijn kop van. Zonder flauwekul, in het begin was het best aardig. Het vibreerde erop los. Soms kon je zelf door de muren heen kijken. Erg handig zoiets. Tippen van de sluiers werden opgelicht. God himself die door de verwarmingsbuizen sprak. Tik, tik, zei de verwarming. En inderdaad, the sounds of the radiator. De geluiden van de stralende. In morse sprak de heer tot ons. En wat een licht en kleurenpracht. Echter, voor ik me in het jeugdbederf stort, en dan ben ik geen zins van plan, is een waarschuwend woord noodzakelijk. Blijf er vanaf. Ik heb tientallen mensen gekend die in het middel zijn gebleven. De kluts kwijtraakten en de kluts niet meer konden terugvinden. Vliermuizen, wandelende lijken, zwarte gaten. Voor je het weet zit je in het gekkenhuis. Ik heb een persoon meegemaakt die onder LSD niet meer weg wilde uit het portiek van een lingeriewinkel waar hij zich had geposteerd. We namen de acid, zoals het een slangjargon heet, vroeg in de ochtend in een soort doorgangshuis voor onder road beatniks en aankomende hippies. Prachtige schaduwpartijen binnen kamers. Delfsblauwe golven, zonnebundels waarin stofdeeltjes als briljanten schitterden. Mijn lichaam leek gewichtloos aan mijn hoofd te hangen. Het huis waar we doorheen zweefden was een sprookjesschot geworden. In bed zat een koboldachtige Amerikaan zijn bordje havermout op te lepelen. Mijn ogen haakten zich vast aan zijn puntige schedel waarop vuurrood haar groeide. We stapten de deur uit. Om de paar meter speelde zich een toneelstukje af. De mensen zagen eruit als stripdieren. Intenser dan ooit rook je in het voorbijgaan de geuren van verval, vleugjes parfum, een onverwachte zilte zeebries, benzinedampen, terwijl de oren gespitst waren op de geluiden van de grote stad die verdomd een bijna mystieke samenhang vertoonden. Amsterdam, Rommeldam, het bezeten gekrioel van auto's, fietsers en passanten gingen het hoofd een eigen leven leiden. Alles wat ik zag kon ik naar believen vergroten en verkleinen. Bijvoorbeeld van een tram een dinkytoy tram maken. Door de Leidse traat denderde juist lijn 1. Apen die tegen de ramen bliezen en aan de stangen en lussen hingen. Ik schrok me rot. De mensheid maakte ineens een wel zeer gedeformeerde indruk. Mijn vriend had het ook gezien. Hij stond hoogmoedig in het portiek van die lingeriewinkel te lachen. Hij was paars aangelopen en hield niet meer op met grinniken. Na een kleine eeuwigheid zette hij de passen weer in. Later vertelde hij me dat de lampjes in zijn bovenkamer tegen een definitieve kortsluiting aan hadden gezeten. Op het Leidseplein sneeuwde het bloesems. Toch kreeg ik schoon genoeg van het middel. Al die archetypische beelden, vliegende Hollanders, boerenmadonna's, magere heinen, eerste scheppingsdagen. Het ontaarde in ranzige clichés. Een uitgedroogd potje plastic instant mystiek. Suffbol die ik was, ik liep me nog één keer verleiden om het te nemen. Het was tevens mijn laatste trip.
Hier heb je iets heel lichts, zei een Jenk tegen me. Maar het bleek een vreselijke overdosis LSD vermengd met belladonna te zijn. Het werd een hellevaart. Ik vocht met de middeleeuwen. De kamer waarin ik zat was een ijskoude, duistere spelonk geworden, waarin ik treterend langzaam gemarteld werd met ontelbare, geniepige weerhaakjes. De ene hel volgde de andere op. Monsterlijke creaturen beten me en krabden me met hun klauwen. Of je nou je ogen sloot of niet, deed er weinig toe. In de opeenvolging van hellen stierf je duizend doden. Afgrijzelijk gele koppen, afgesneden geslachtsdelenvreters. De volgelijkste bestialiteiten. Op een gegeven moment was ik onderin een krocht in het drijfzand geraakt. Ik werd opgesloopt. Mijn moeder stond aan de kant te gillen. Ze gooide een touw naar me dat ik net niet kon pakken. Half stikkend vermoedde ik dat dit best wel eens mijn echte dood kon zijn. Tot ik boven in de krocht een smal reepje blauwe lucht ontwaarde. Dat gaf me houvast. Mijn geest kwam furieus in opstand. God mag weten waar de woorden vandaan kwamen. Maar uit alle macht schreeuwde ik. Wilskracht, mars, vooruit, vuur. Wonderbaarlijk vloog ik omhoog. Als een raket. Viel een eindje terug. En nogmaals schreeuwde ik. Vuur, vuur. En ik schoot uit de krochten van de geest. Ik herkende mijn kamer weer. De piepende, rondfladderende serpenten om me heen. De vliermuizen, het geklaag van ratten en het gelispel van samenzwerende kobolds konden mij geen angst meer aanjagen. Kitscherige hersenspinsels, dacht ik. Het is gewoon het spookhuis op de kermis. Hoe sterker ik dat dacht, des te rustiger het werd. Kennis van het cliché, de macht van het woord had me gered. De militante, hopmannerige tekst, wilskracht, mars, hanteer ik nog geregeld op sombere middagen als ik het niet meer zo zie zitten. Wilskracht, mars, vooruit, vuur, sis ik voor me uit. En vaak gaat het dan weer, even uit het grauw. Daar heb ik geen swami, bami of een maharishi voor nodig. Gezellige verhalen, vindt u niet? Goeie hemel, ik heb zo het idee dat de naald in de groef naar het einde maalt van de plaat. En ik had het nog willen hebben over het meer recente verleden. De moerassige jaren 70. De jaren van de geëmancipeerde mannenhaatsters. En de regressie naar oma's pappot. Of het vroeger allemaal zo enig was. Dat feest moet dan maar doorgaan op een volgende grammofoonplaat. Oorlog en pap, deel 2. Hè? Daar zit een mens eens prettig in zijn onwim vertelstoel. En de tijd tikt maar door. Tot besluit wil ik toch even roepen dat de gezapige jaren 70 nu echt onherroepelijk voorbij zijn. Er is een kentering gaande. Ik kondig spirituelere tijden aan. Leve het individu. Leve de poëzie. Ik heb gezegd. Thank you.